Breda Nu. Je weet het meteen. Was soll ich länger weilen, dass man mich trieb hinaus. Lass ihre... Expoloni is een expositie bij het voormalige Harley-Davidson-pand aan de Liniestraat in Breda. Verschillende kunstenaars kwamen bij elkaar om deze gezamenlijke opening bij te wonen, waarbij verschillende beeldende kunst en illustraties te bezichtigen waren. Nou, we zitten hier natuurlijk met heel veel creatieven bij elkaar. En we hebben hier een hele mooie expositieruimte. En omdat we hier bij elkaar zitten, zijn de lijntjes ook kort. Dus is het eigenlijk, ja, het idee stond al heel snel van we gaan een leuke expositie maken. Dus dat hebben we met z'n allen opgepakt en dat zijn we gaan uitwerken. En ja, dit is het bewijs. Er komen een aantal sprekers. Er komt de wethouder De Bie, die komt spreken. Er zijn nog een paar sprekers. Er is een zanger die liederen zingt tussendoor. En verder is het vooral gezellig tot laat in de avond, denk ik. Ja, dit werk, dit heet How to Deal with Their Order of Things. En het is gebaseerd op een tekst die ik gelezen heb. Het is een tekst van Michel Foucault. En hij stelt daarin dat wij een orde geven aan dingen die wij belangrijk vinden of niet belangrijk vinden. En daardoor bepalen wij eigenlijk hoe het leven in elkaar zit. Het vak is al heel lang. Ik ben in 83 begonnen met keramiek. En het werk wat ik dus nu maak, het is van een periode van de afgelopen 2 jaar. En per werkstuk moet je rekenen dat er een 100, 120 uur in zit. Nou, ik ben eigenlijk uitgenodigd door een van de kunstenaars. En ik denk dat dit nu de tweede keer is dat ik hier ben gekomen. Ik ben hier gekomen voor Tim Hilderink. En ja, hij gaat een boek schrijven. Hij is er al een jaar mee bezig. En hij heeft mij gebeld om hier te komen. Dus ik was heel erg nieuwsgierig naar de andere kunstenaars. Niet iedereen natuurlijk, want de mensen die honger lijden, bijvoorbeeld, hebben zij evenveel te zeggen als andere mensen. Dus ik zat een beetje met de orde en het verschil, zeg maar. Dus ik heb allemaal soortgelijke vormen gemaakt. Wel allemaal in verschillende kleuren. En die heb ik dus allemaal geprobeerd om naast elkaar te ordenen, maar nooit helemaal precies, want het is toch menselijk. Ik ben bezig met het maken van geometrische vormen, waarin ritmes zitten. En door het materiaal heb je, zeg maar, een open gesloten structuur, terwijl het materiaal zelf enige transparantie heeft, waardoor het licht er mooi doorheen valt. En dan krijg je dus een spel van allerlei tinten wit met daarin schaduwen. Dus het is enerzijds de constructieve benadering en anderzijds de openheid en de spel met het licht. Ik ben overal eigenlijk wel trots op. Wat sommige mensen hebben op het laatste moment nog keihard gewerkt om er wat moois van te maken. En ieder werk is op zijn manier wel apart en mooi. Ik moet eigenlijk nog rondkijken, dus ik heb alleen naar de opening nog gekeken tot nu toe. Dus. Vindt u het tot nu toe? Tot nu toe, voor zover ik het heb kunnen zien, wel aardig, ja. Ja. Als u van kunst houdt, is Expoloni nog te bezichtigen van 3 november tot en met 1 december. Breda Nu. Je weet het meteen.